17 minuten over 6 op Radio M Utrecht. En ik zei het dus juist al, we gaan het hebben over discriminatie. Want daar kwamen vandaag nieuwe cijfers over naar buiten. Dit zijn die cijfers. 11% van de inwoners van Nederland, van 15 jaar of ouder, voelde zich vorig jaar in 2021 gediscrimineerd. 11%. Dat komt neer op omgerekend 1,6 miljoen mensen. Ik ga erover praten met Michel Abe van het Meldpunt en het Landelijk Expertisecentrum op dit gebied. Artikel 1. Meneer Abe, goedenavond. Dag, goedenavond. 1,6 miljoen mensen voelden zich vorig jaar dus op de een of andere manier gediscrimineerd. Wat dacht u toen u dat aantal hoorde? Ja, ik weet dat het aantal ervaringen heel erg hoog is. Dat is in principe niet zo nieuw. Er was eerder ook onderzoek vanuit het Sociaal Cultureel Planbureau, waarbij uitkwam dat ruim een kwart discriminatie heeft ervaren. Dus de ervaringen, dat was voor mij niet zo nieuw. Nee. Ik vind het heel veel. Ik ben natuurlijk niet zo goed op de hoogte als u bent. Is het te zeggen dat dit nog maar het topje van de ijsberg is? Ja, dat is het zeker. In ieder geval wat bij ons dan wordt gemeld. Hè. Misschien even, Jeroen, je vermelde dat ik van het Landelijk Expertisecentrum ben, maar ik ben van Artikel 1 Midden Nederland. Mm-hmm. Dat ziet u op de regio Utrecht. Ja. Kijk, bij ons zijn het afgelopen jaar 601 meldingen binnengekomen. Nou ja, dat is als je het vergelijkt, hè, van de provincie Utrecht. En als je weet dat maar zeg maar 1% meldt. Nou, alleen 1% al van de stad Utrecht is al meer dan het aantal dat wij ontvangen. Dus we weten dat er nog veel meer leeft dan dat er bij ons wordt gemeld. Ja, nu zijn er diverse vormen van discriminatie. Waarover kregen jullie de meeste meldingen binnen, dus in Utrecht? Ja, in de provincie Utrecht ontvingen wij de meeste meldingen over de discriminatie rond afkomst, huidskleur. En je ziet eigenlijk dat die discriminatie eigenlijk op alle terreinen wel wordt ervaren. Dus denk bijvoorbeeld aan de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Of nou ja, als iemand bijvoorbeeld een winkel bezoekt. Dus je ziet dat eigenlijk overal wat terugkomt. Ik zie me dan gelijk voor te stellen, wat voor soort discriminatie kan het zijn? Hè? Ik bedoel, u geeft aan wat het ongeveer is, maar is dat dan uitschelden? Of is dit achterstellen? Of is dit negeren? Of wat is het? Het komt eigenlijk allemaal voor. Bijvoorbeeld dus als iemand naar een baan solliciteert en dan merkt dat zijn of haar achternaam een rol gaat spelen bij de sollicitatie. Ja, ja. Of het willen bezichtigen van een woning, waarbij dus ook mogelijk weer de achternaam een rol speelt, maar ook gewoon opmerkingen op de werkvloer die dan ja, negatief zijn over iemands huidskleur bijvoorbeeld. Ja, nu krijgen jullie meldingen binnen, weliswaar hè, topje van de ijsberg, dus er is nog veel meer. Wat doen jullie met de meldingen die binnenkomen? Ja, wij kunnen verschillende dingen doen met de meldingen. Allereerst vinden mensen het eigenlijk altijd al fijn om een luisterend oor te hebben, want als ze tegen iemand anders vertellen en het verhaal wordt meteen ontkend, zeg maar. En dan voelt iemand zich eigenlijk dubbel gedupeerd. Maar naast het luisterend oor kunnen wij ook informatie en advies geven. We brengen partijen ook bij elkaar, dus we doen aan bemiddeling. En we doen ook een ondersteuning bij juridische procedures. Zoals bijvoorbeeld een procedure bij het College van Recht van de Mens. Ja. Die dan zeg maar, de situatie bekijkt en een oordeel uitspreekt of het ook daadwerkelijk discriminatie is of niet. Ja, nogmaals, dit is nog maar het topje van de ijsberg, ook wat bij jullie is binnengekomen. Wat zou u willen adviseren aan mensen die ermee te maken krijgen met discriminatie? Ja, meld het altijd, want hoe meer meldingen er binnenkomen, hoe beter zicht er komt op de problematiek. We roepen ook zeg maar, omstanders op om een melding van te maken. Laat bijvoorbeeld aan een slachtoffer weten van wat je hebt gezien of gehoord. En zeg dat je het ook gaat melden bij een antidiscriminatievoorziening. Waardoor dus in ieder geval dat probleem al zichtbaar wordt. Duidelijk. Michel Abe van Artikel 1 Midden-Nederland. Dank je wel voor de tijd en ik wens je een fijne avond. Hetzelfde, dag. Artiest van de week.